Zowel in het voetbal als in andere sporten en het onderwijs is het zo dat de beste pupillen eruit worden gekozen om vette dingen te doen. Zij zijn degene die naar verre landen gaan naar te studeren of te werken onder een club als Real Madrid of FC Barcelona. Maar daarom staan dus de slechtere vaak in de schaduw van de goede spelers, ook op FIFA. Zijn degene die goed presteren in het seizoen, degene die de Team of the Season kaarten krijgen, de Informs en de andere special cards. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal spelers die wat minder goed zijn. En dat wil niet zeggen dat ze helemaal niet goed kunnen voetballen. Ze zijn allemaal veel beter dan dat ik ooit op een veld zou doen. Maar toch krijgen ze minder waardering dan dat ze eigenlijk zouden verdienen. En daarom ga ik deze jongetjes eventjes in de spotlight zetten in deze video. Ik heb bij elkaar gezet het slechtste Eredivisie team wat er op FIFA 17 is. Dat betekent niet dat ze in zichzelf slechte voetballers zijn. Maar op FIFA hebben ze de laagste ratings gekregen van alle spelers uit de Eredivisie. En daarom ga ik ze nu bij elkaar zetten en kijken of zij ze kunnen bewijzen in Divisie 1. En als dat niet lukt, in een online enkele wedstrijd. Ik houd jullie niet lang op. We gaan maar eens beginnen bij je team. Dus we beginnen bij de keeper. Dus maar eens kijken wie de man is die tussen de palen komt staan. In de goal bij Jurjan Juvenaar. Hij komt uit 1998. Dat betekent dat het nog een heel jonge speler is. Waarschijnlijk is hij daarom ook zo laag rated. Ik ben heel benieuwd of hij als sluitpost een paar kansen kan redden die andere keepers niet zouden redden. We gaan het natuurlijk onze volledige hoop zetten in Jurjan. Door de rechtsuiter hebben Tafari Moore. Kon in 1997 zijn allemaal redelijk jonge spelers. Hij is 1,73 meter en heeft niet al de beste stats. Vooral zijn physical is nogal laag. Maar hij kan waarschijnlijk wel een paasje geven en een beetje dribbelen. En hij is een van de weinige buitenlandse spelers van de Eredivisie. Die dan natuurlijk in het team zitten, bedoel ik dan. Door de centerbacks. Onze eerste is Tim van den Berg. Ook als een jonge speler. Hij heeft 58 snelheid en 49 physical. Niet echt de beste facet om een goede centerback te worden. Maar hij is hopelijk goed genoeg om spelers te stoppen. En andere centerback is Abel Fransen. Normaal hoog workrate. Ook hij heeft rond de 50 snelheid. Verdedigen en physical. Iets beter dus dan van den Berg. We gaan kijken of Fransen ook een paar reddingen kan maken. Dan zou ik al heel tevreden met hem zijn. En dan gaan we door naar de laatste verdediger. En dat is Jair Oosterlem. 1,80 meter. En hij heeft niet de beste facetten voor linksachter. Maar hij is toch hopelijk goed genoeg. Hij heeft redelijke sets papier voor een 59 algemeen bronzen. Maar op zich is daarmee alles eigenlijk wel gezegd. Op rechtsmidden hebben we Patrick Maneschijn. 56 algemeen. Hij heeft 53 schieten. Wat op zich goed genoeg is om een bal erin te schieten. Maar dan moet er waarschijnlijk geen keeper in het doel staan. Anders gaat het niet lukken. 3 sterren zwakke been, 3 sterren skill moves, dus je kan lekker roulettes met hem doen. En hij kost bij maar 200 coins, dus dat is verder helemaal prima. Doen de middenvelders. De eerste middenvelder is Thijs Dekker. 1,80 meter. Heeft alle stats zo rond de 50 op zijn shooting na, wat is 45 is. En zijn snelheid, wat 62 is. We gaan kijken wat hij kan doen op het veld. De andere centermid was voor mij een stukje duurder. Dat is namelijk Dani Cox. Was heel moeilijk om te vinden. Uiteindelijk voor 6000 muntjes moeten kopen. En ja, voor 6000 muntjes kan je wel iets beter spelers kopen op FIFA dan Dani Cox. Toch kijken of hij zijn 6000 muntjes waard is. Hij heeft 5 in de shooting, dus longshots gaan we met hem niet inschieten. Door de linksmidden hebben Dylan Seys. 1,68 meter, linksbenig. En hij komt van FC Twente af. 77 snelheid, dus waarschijnlijk de snelste speler in ons team. Kijken of hij dus ook de loopacties kan maken om ons die doelpunten te bezorgen. Hij heeft dus ook de 3 sterren skill moves, dus met hem kunnen we ook rouletjes gaan doen. En dan de spitsen. De eerste is Niels Wouters. Ook een speler van Willem II die 10.000 muntjes kostte. Heeft van dat andere speler wel 15 wedstrijden gespeeld en 8 doelpunten gescoord. Dus dat is allemaal best wel prima eigenlijk. Ook de oudste speler in het team. Dus kijken of hij zijn reputatie waar kan maken als topscorer. En de andere spits is de laagste speler in de hele Eredivisie. En dat is namelijk Guy van Werkhoven. Hoog normaal workrate. 53 shooting, 55 dribbling, 45 physical. Kijk of hij het kan doen. Hij is redelijk groot. Maar met zijn 45 physical denk ik niet dat hij heel veel ballen erin gaat koppen. Ik ben benieuwd waar hij speelt. En dan is dit ons team van de Eredivisie. Op de bank hebben wij nog een paar special cards die bronzen zijn. Eventueel kunnen wij nog morgen erin wisselen als een van onze spelers boe wordt. Hij kan nog wel het verschil maken. Voor de rest ben ik heel benieuwd wat zij klaar kunnen spelen. We gaan maar eens beginnen bij een online enkele wedstrijd. Winnen we die, dan gaan we door naar de Divisie 1 wedstrijd. Winnen we hem niet, gaan we het gewoon nog een keer proberen met een online enkele wedstrijd. We gaan het zien bij deze tegenstander. Ik zie jullie daar. We gaan zien wat we moeten trotseren. En het is helaas een team met 40 chemistry. Dus ik denk dat die gaat meteen gaan lieven. Ja, dat is natuurlijk ook altijd mogelijk. We gaan dit niet in de koude kleren laten zitten. Hier komt Werkhoven door naar Wouters. Wat gaan Wouters doen? Die passen gewoon door naar Dekker. Dekker bij Werkhoven. Schiet hem erin. Golasso 0-1 door Werkhoven.
Hij scoort al een doelpuntje in de tweede minuut van de wedstrijd. En we zijn toch lekker begonnen tegen een team zonder chemistry. Dus niet dat het heel speciaal is of zo. Ondanks dat het niet het beste team is waar ik ooit tegen gespeeld heb, valt dit team eigenlijk helemaal niet tegen met kwaliteit. De passes zijn af en toe niet perfect. Maar ik moet zeggen dat ze redelijk goed kunnen verdedigen. De passes zijn toch vaker wel goed dan niet goed. En de aanval is nog verrassend snel, kan goed schieten. Wat wil je nog meer, jongens? Kijk hier, Oosterlen pakt hem gewoon af alsof het niks is. Gaan we dan Werkhoven, weer in het punt van de aanval. Wouters kan hem doorpassen naar de man die alles kan, namelijk Dekker. Hij maakt hem ook gewoon af alsof het Cristiano Ronaldo is. Wat een beest. 0-2. En we hebben gewoon onze score verdubbeld binnen het eerste half uur van de wedstrijd. Gaan we door voor de 3-0. Werkhoven, kom maar. Kom maar, hij wil hem gewoon nog een keer ontvangen. En dat lukt hem gewoon. Een Jantje in de eerste helft tegen spelen met vele chemistry. Dat betekent verbinding verbroken. Dit was al een heel makkelijke wedstrijd. Toch dacht ik dat hij eigenlijk meteen ging leven. Nu hebben we alsnog een win erbij. We gaan door naar de volgende wedstrijd. Ik heb gezien dat mijn team zich kan handhaven tegen een normaal team. Kijken of dat ook gaat lukken. Tegen een tegenstander uit divisie 1. We komen tegen MyFoot. En kijken wat zijn fut. Is het dat een redelijk team is? Ja, het is wel een oké team in divisie 1. Dus dit wordt nogal lastig. We gaan kijken of het ons gaat lukken. Want we spelen het in de divisie 1 spelen met een 56 algemeen eredivisie team. Oh jee, Van den Berg tegen Balde Jou. Kan hij hem van de bal afdrukken? Van den Berg, doe het! Oh, nee, Balde is te sterk. En nu dan Immobile. Ja, ik schiet mis. Let's go, het is nog steeds 0-0. Ik hou het al langer vol dan ik had verwacht. Dit kan wel eens problematisch worden. Jungmin Son, wat gaat hij doen? Tackle. Tackle wordt niet goed ingezet. Kom op dan, pak hem alsnog af. Nee, nee, de Eredivisie mannetjes. Nee, Olivia. Ja, het is buitenspel. Ik dacht even dat het eerste doelpunt was, maar Son staat buitenspel. Dus we staan nog steeds. Op beide benen. Met 0-0 op de score. Maneschijn. Hij krijgt vrije ruimte hoor. En die jongen gaat dan niet onbenut laten. Want daar komt hij bij Wouters. Schieten jongen Wouters. Nee. Oh, dit was zo'n kans. Wouters. We hadden bijna de 1-0. Oh nee. Jungmin Son. Die wordt niet gestopt door Oosterlen. En wat gaat hij dan doen? Hij heeft 5 sterren weak foot. Maar Fransen staat ertussen. Oh nee. De sliding mislukt. Wat gaan we dan doen? Pak hem af. Cox. Wat een baas. Oh jee. Dit is een beetje een fout. Dit is een licht foutje. Ja, kijk de bal in, niet laten schieten. Fransen, ja, wat een blokkade weer. We gaan een counter opzetten, denk ik. Werkhoven, doe hem van de bal af. Doe hem alsjeblieft van de bal af. Ja, ja, we hebben hem nog. Kom, nu afmaken. Nee. Oh. Hoezo zegt hij dat we maar 1 schot hebben? Terwijl ik duidelijk had gezien dat wij er meer hadden. Ik vind dat de schotenverhouding niet helemaal klopt. Daarentegen is mijn team wel een beetje moe. Dus even kijken, Werkhoven kan niet meer heel lang rennen. Dan zetten we denk ik toch Moor erin. Die jongen gaat het verschil maken. En dan gaan we met de rest van de 10 eredivisionisten proberen om de wedstrijd onze kant op te trekken. Oké, Cox. Cox, wat een baas. Nu dan Emre Mor. Pas er een Emre Mor. Die is linksbenen. Dat betekent dat deze kan afmaken. Nee, want ik kan op Maarten. Nee. Oh, het scheelt de hele tijd niks, hè. Het scheelt ongelooflijk weinig. Deze jongen gaat uiteindelijk gewoon een doelpunt op zijn oren krijgen. En dit had hem eigenlijk al mogen zijn. Duw die jongen nou van de bal af. Oh jee, dan komt hij met... Kevin de Bruyne, nee! Kevin de Bruyne scoort een 0-1. Ik wil hem van de bal afzetten, maar het lukt hem niet. En nu moeten we toch eventjes snel aan de hendel gaan trekken, want anders gaat het nog fout. Ook nog iets anders trouwens. In de vorige video had ik dus gezegd dat ik heel veel andere spellen speel dan FIFA op het moment. En in de reacties vroegen jullie toch met een aantal mensen of ik die game eens een keer wilde streamen. Natuurlijk wil ik dat graag doen. Ik ga dat dan niet op mijn YouTube-kanaal doen, maar op mijn Twitch-kanaal. Maar daarom heb ik dus een poll rechtsboven. Of jullie graag zouden willen zien dat ik bijvoorbeeld Battlegrounds stream. Of andere games wat jullie dan ook leuk zouden vinden. Ik speel op het moment heel veel Battlegrounds. Het is sowieso ook echt een mega populaire game. Kom je met Emre Mor? Wat krijgen we hier? Een vrije trap. Maar als jullie dat eens willen zien op mijn Twitch-kanaal, dan laat het eventjes rechtsboven het schermpje weten. En dan weet ik ook wat ik daarmee aan moet. Ongelooflijk, hè? Deze man heeft mij gewoon mijn scoringskansen genomen. Maar hier komen we dan wel met Emre Mor. We krijgen gewoon nog een kans. Emre Mor, schieten, jongen. Een golazo. Het is Emre Mor. Zoals ik zei, gaat hij het verschil brengen. 1-1. En dat hij me neerhaalde al in eerste instantie. Krijgen we hier in tweede instantie uiteindelijk nog een kans met Mor. Hij ziet hem niet aankomen. En we schieten hem toch heel vrij in de rechteronderhoek. Nee, stopt hij die balla. Die balla mag niet schieten. Nee, als hij schiet, dan scoort hij. 1-2 met zijn rechter. Die balla doet het. Hij is veel te goed. Juvenaar. Johan is kwalijk genomen. Het wordt allemaal kwalijk genomen bij verdediging. Emre Mor, wat gaat hij doen? De man die toch het verschil gaat maken. Anders is het deze jongen. Davis, vers erin gebracht. En hij scoort de 2-2. De man die verse beentjes had gebracht in het veld. Maakt het verschil samen met Emre Mor. En dit is toch heel lekker dat we weer 2-2 staan tegen deze jongen. Oh nee, 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 nee. Blok hem, nee. Son, stop hem. Doe wat je kan, nee.
Het scheelde zo weinig en dan moet hij hem sweaten. Omdat mijn team te moe is om hem bij te houden. Dit is zo zonde. Ah, nu gaat hij er helemaal doorheen komen. 1 aan de zaar. Oei, ja, 2-4. Ik heb alles gegeven wat ik kon. Helaas was het niet goed genoeg. Aan een gebrek aan inzet lag het zeker niet. Het was slechts het kwaliteitsverschil van deze jongen die veel te goed was qua spelerskwaliteit. Met spelers als 93 Immobile, Team of the Season Keita Balde en ook Jungmin Son die helemaal niet slecht is. Toch vond ik dat het team het heel erg goed heeft gedaan. Ik ben tevreden en heel trots op mijn eredivisionisten en andere spelers die ook mee hebben gedaan. En mee hebben geholpen. De twee doelpuntjes die hebben gescoord tegen deze tegenstander. Ik vind dat deze wedstrijdresultaten niet representatief zijn hoe de wedstrijd ging. Hij had misschien iets meer schoten. Ik had meer balbezit. Ik ben toch heel erg van mening dat wij deze nog wel konden winnen. We gaan maar eens door naar het teampje. En dan gaan we even de laatste dingen bespreken. Ondanks dat wij verloren hebben, ben ik heel erg trots op mijn team. Als we kijken naar het verschil in team. Want hij had ook eens rode team op de seasonkaart. Dat betekent dat hij dus best goed geëindigd was in de Weekend League. Ben ik heel erg trots op hoe deze jongens hebben gepresteerd. Morin is dus weer een doelpuntje te pakken gekregen. Nog altijd echt een beast. Maar ik kan ook heel veel zeggen over deze jongen die 2 doelpunten heeft gescoord. Samen met Cox. Hij kost me heel veel coins. Maar hij heeft wel het assistje gegeven. Wat misschien wel cruciaal was in het moraal van dit team. Ik ben heel erg tevreden ermee. Ik geef het toch een verrassende 7,5 uit 10. Maar speel er alsjeblieft geen divisie 1 mee. Want dan krijg je er veel te veel moeite mee. Toch vond ik het heel leuk om met deze spelers te spelen. Daarom hoop ik dat je deze video leuk vond. Net zo leuk als dat ik het vond deze op te nemen. Vergeet niet de video te liken als je het niet gedaan hebt. En ook te abonneren als je het ook niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video, jongens. Later.